Het is nationale plicht om meisjes en vrouwen die schaars gekleed over straat gaan te verkrachten. Deze zin, gezegd door een advocaat, blijft door mijn hoofd spoken. Thuis, op school, op werk, op een sportvereniging. Door familie, vrienden, docenten, klasgenoten en trainers. Het vindt overal plaats. Elke dag weer opnieuw. Bij mensen en op plekken waar je je veilig hoort te voelen. Seksueel misbruik verandert levens. Zo ook dat van mij. 28 oktober 2017. Bang, verstijfd en pas 14 jaar. Daar stond ik dan. Midden in de stad. Handen op mijn lichaam. Handen die niet van mij waren. Handen die ik de rest van mijn leven op mijn lichaam zal voelen. Op 28 oktober 2017 is het recht om kind te zijn mij ontnomen en geschonden. Ik ben niet de enige die dit overkomt. 4,6 miljoen vrouwen en 1,6 miljoen mannen heeft wel eens seksueel misbruik ervaren. 31% van de slachtoffers was minderjarig. Per dag vinden er meer dan 5 misdrijven plaats. Ieder jaar komen er 100.000 slachtoffers bij. En 24% heeft al eerder een gelijkwaardig misdrijf meegemaakt. Dit zijn cijfers uit Nederland. Hoe zal het dan wel niet over de hele wereld gaan? Hoe kunnen wij deze aantallen verminderen? Kijk eens naar Oost-Afrika. Daar daalde het aantal verkrachtingen met de helft door een wetenschappelijk onderbouwd onderwijsprogramma. Het programma leert over wederzijdse instemming, over hoe je voor een ander kunt opkomen, over zelfverdediging en over hoe je risico's kunt herkennen. Waarom kan dit niet in de hele wereld ingevoerd worden? 28 oktober 2017. En die dag zal ik nooit vergeten. 2 maanden geleden durfde ik er pas over te praten. Door te praten lossen we de problemen die in het verleden zijn ontstaan op. Voor de toekomst zal een onderwijsprogramma zoals dat van Oost-Afrika dit probleem voorkomen. Daarom sta ik hier. Ik sta hier omdat seksueel misbruik niet kan. Ik sta hier omdat we er samen iets aan kunnen doen. Want samen staan we sterk.